Het lijkt erop dat Pieter Kobelens niet meer wil verschijnen in zes met Johan Derksen, maar hij heeft wel ingestemd om in de nieuwe show van Helene Hendricks te zitten. De voormalige baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD, voelde zich beledigd door Derksen tijdens een discussie over de kwestie Israël op televisie. Johan durfde nauwelijks weerwoord te geven in het gezicht van Pieter en beschuldigde hem later van raaskallen toen hij niet in de studio was. Hoewel Wilfred Gené ontkent dat Kobelens is vervangen in zes, lijkt het erop dat Pieter zelf de beslissing heeft genomen om niet meer aan te schuiven. Een sterke aanwijzing hiervoor is dat Pieter wel te zien zal zijn in de nieuwe show van Helene Hendricks, genaamd De Oranje Zondag. Dit wijst erop dat hij een goede klik heeft met Helene, ondanks zijn vermeende breuk met zes. Volgens kijkcijferautoriteit Tina Nijkamp zet SBS 6 alles op alles om Helene Hendricks nieuwe show te laten slagen. Ze merkt op dat er veel promotie wordt gemaakt voor het programma, met een groot aftellogo en speciale aandacht. Dit wijst op hoge verwachtingen van het programma en mogelijk een uitgebreide toekomst voor Helene als talkshowhost op SBS 6. De keuze om te investeren in Helene Hendricks boven andere programma's, zoals Miljoenenjacht, suggereert dat SBS 6 gelooft in het potentieel van haar show. Als het succesvol blijkt, zou dit kunnen leiden tot een dagelijkse talkshow om half tien op SBS 6.